Heel veel kinderen, heel veel sportiviteit. Dit moet een item van mij zijn. De kindermiddag van de Heideweek. Op aan Gangnam Style. Wat ben jij hier aan het doen? Vooral de jeugd helpen met fietsen. Want hebben jullie een parcoursje of wat doen jullie precies? Precies een parcoursje om eigenlijk de jeugd alles te kunnen laten doen. Met slalommetje, bionnetje pakken. En dat leren we eigenlijk de jeugd ook op de vereniging. Ja, en vinden ze het leuk om hierbij mee te doen? Ja, zo te zien wel. Ik bedoel, je ziet een hele rij staan en het blijft druk. Hey, hoe vind jij het vandaag op de kindermiddag? Leuk. Ja, heb je al leuke dingetjes gedaan? Nee. Nog helemaal niks? Word je zo geschminkt? Ja. Vind je dat leuk? Ja. Hoe wil jij geschminkt worden? Een prinses. Wat zijn we hier precies aan het doen? Wij zijn hier aan het knotshockeyen. Knotshockeyen? Knotshockeyen, ja. En wat houdt dat in? Dat houdt in, kijk naar de, die stokjes. Hè. Het lijkt net een wattenstaafje. En dat houdt in dat je met een zachte bal een beginnend hockey kan gaan doen. En is het een gevaarlijke sport of hoe moet ik dat zien? Knotshockey is geen gevaarlijke sport. Ja, valt wel mee? Valt mee. Oké. Okay. En vinden de kinderen het leuk? De kinderen vinden het hartstikke leuk. Ja? Ja. Zou ik het ook leuk vinden, denk je? Ik denk het wel. Wou je het proberen? Ja, ik wil ze wel eigenlijk een beetje proberen inderdaad. Gaan we het samen uitproberen? Gaan we samen uitproberen? Ja. Nou, dan vind ik een deal. Dat is goed. Ja. Nog een keer. Ja! Nee! Op aan Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Op aan Gangnam Style. Gangnam Style. Op. Ik moet nog oefenen, die gaan we niet worden. Hoe vind jij het om te tennissen? Ik vind het leuk. Vind je het leuk? Zit je zelf ook op tennis? Ja. Ja, en waarom doe jij hier dan mee vandaag? Oh, ik moest helpen met helpen met de trainingen. Oké, en vind je het leuk om te doen? Ja, heel leuk. Ja, want wat moet je zoal, moet je kinderen helpen of moet je ze uitleggen? Ik moet folders uitdelen en zeg maar overslaan met vrienden zodat ze het zien. En dan willen andere kinderen het ook. Hop, 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 hop. Zeg eens eerlijk, hoe vond je het gaan? Ik vond het wel goed gaan. Weet je het zeker? Ja. Ik sloeg ze allemaal een beetje net eigenlijk, hè? Ja. Het was niet echt dat je zegt van... Nou, en daarom ben je hier, om ja. te leren. Kijk, dat vind ik een verstandig antwoord voor jou. Wat, wat zijn jullie hier aan het uitbeelden? We zijn honkballers, dus we gaan kinderen ook een beetje leren slaan en een balletje gooien daarnaast. Dus, Is dat niet heel gevaarlijk, zo'n honkbal hier met al die kinderen? Daarvoor hebben we het net, hè. Dus... houdt alles tegen. Ja. Hoe vinden de kinderen het, het honkballen? Ja, leuk. Leuk. Slaan is altijd leuk, dus vinden kinderen altijd... Slaan is altijd leuk. Heb je een vriendin of niet? Ja, maar die mag niet slaan. Hey, en wat vind je sowieso van de sfeer hier? Ja, ik vind het altijd leuk. We doen al een paar jaar en ja, is gewoon gezellig. Ja? Met kleine kinderen is het hartstikke leuk om een beetje te slaan en dingen te doen die ze nooit doen. Hop, 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 hop. Hop aan Gangnam. Spanning is al een beetje te snijden. Ik weet dat we drie keer over de kop gaan. We hebben 6 loopings. We hebben een flikvlak, we hebben een schroef. Daarnaast gaan we nog met 120 kilometer achteruit en vooruit. En zit mijn haar trouwens goed? Ja? Op een Gangnam Style.